Ju-ae zou ze heten, dit meisje. Ze is de dochter van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat ze te zien is bij een grote voetbalwedstrijd is opvallend. Want over het meisje is nog minder bekend dan over haar geheimzinnige vader. Noord-Korea ligt in Azië. Over het land is niet veel bekend. Als toerist kom je er nauwelijks in en mensen die er wonen kunnen niet weg. Ze worden onderdrukt. Het land is een dictatuur. Alles wat er gebeurt wordt bepaald en gecontroleerd door de leider van het land, Kim Jong-un. Zijn familie is al bijna 70 jaar aan de macht. In het land zijn bijna geen journalisten. Kim Jong-un houdt veel geheim en praat niet over zijn privéleven. Over zijn familie is dan ook bijna niks bekend. De dochter van Kim Jong-un en zijn vrouw Ri Sol-ju zou dus Ju-ae heten. Waarschijnlijk is ze 10 jaar, maar ook dat weten journalisten niet zeker. Ook wordt gedacht dat Ju-ae nog een broer en een zus heeft. Ju-ae was de afgelopen maanden vaker te zien in het openbaar. Zo was ze vorige maand samen met haar ouders bij een militaire parade. Dat Kim Jong-un haar laat zien, geeft volgens deskundigen aan dat hij haar heel belangrijk vindt. En dat ze, als ze ouder is, misschien de nieuwe heerser van het land moet worden. Of Ju-ae het zelf allemaal leuk vindt, weten we dus ook niet. Maar de twee lijken het naar hun zin te hebben.